Jesus.
God, I will thank you. God, I will thank you. Give you praise. Lord, we worship you tonight. We give you praise. Just worship him tonight. Just worship him. Worship him with your own words. Just worship him. Blessed be his holy name. Congratulate somebody next to you and say, welcome to our visitation. I want you to prophesy to the person and say, you're going to be blessed. Okay, let's use a prophetic word. Laten we nu een profetisch woord gebruiken. In the presence. Tell the person you are blessed. You are blessed. Assuming the person doesn't believe it or the person doesn't want to bless you, you just touch yourself. I'm blessed. Vraag jezelf alles. Heb je dat gezegend? The question is, do you believe it? Mijn vraag is aan u, geloof je het? Cannot believe your word, nobody will believe your word. Als u eigen woorden niet kunt geloven, zal niemand dat God cannot do anything for you if you don't believe yourself. God kan niets voor u doen als u niet in uzelf gelooft. If what you are telling God is different from what you are thinking, he cannot do what you are thinking. Als he will do what you have said. Als wat u aan God vertelt anders is dan wat hij van u zegt, wat tegen uzelf zegt, zal hij doen wat u zegt. So your thinking must line up with what you are saying and line up with what you believe. Dus uw manier van denken moet in lijn staan met wat u zegt en wat u gelooft. And for those of you watching us from online, we want to tell you that you are also blessed. En u die van huis uit kijkt, wil ik aan u zeggen, u bent ook gezegend. Let us stretch our faith right now. I want you to touch yourself and say, Father. Father. Say like me. Say, Father. Father. I stand on your word. I stand on your word. And I declare. And I declare that my body, including
my organs functioning well. Whatever will be seen, or seen by any doctor, or seen by any physician, shall become a problem in the future. I'm placing my hand on my body right now, in faith. I declare that I'm fully healed. Hallelujah. You feel like clapping, clap. Don't wait for anything. Your hands are your hands. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. This is the seventh hour of visitation this year. This is the seventh hour of visitation. Hallelujah. One thing you have to know. Eén ding moet u weten. For you to win. Om te kunnen winnen, you have to be consistent. Moet je consistent zijn. When God spoke to Moses, Moses was alone on his own. Toen God tot Mozes sprak, was Mozes op zichzelf. And when he came out from that encounter, en toen hij wegging vanuit die ontmoeting, the first person he spoke to about the encounter was his father-in-law. De eerste persoon die hij sprak over die ontmoeting was zijn schoonvader. The Bible says it was behind the hills, behind the mountains, that he had an encounter with God. En de Bijbel zegt dat hij achter de heuvels, de bergen, een ontmoeting had met God. Nobody knew what happened. Niemand weet wat daar gebeurde. God was oblivious of who Moses, what Moses experienced. Nobody knew about him. Niemand wist wat er zich afspeelde. Only himself and his God. Alleen hij en zijn God. And what God told him was private discussion. En wat God aan hem zei was een privé gesprek. It was not a public discussion. Het was niet een publieke gesprek. The only persons that their names were mentioned in that discussion were three groups of people. De enige mensen die snel genoemd worden in die discussies zijn drie groepen mensen. The first person was. De eerste persoon was. His elder brother. Zijn oudere broer. What was his name? Wat was zijn naam? Aaron. Why did Aaron come into the mathematics? Waarom kwam Aaron in die berekening? He was not supposed to be in the equation. Hij hoorde niet in die berekening. But because Moses began to doubt himself. Waarom dat Moses aan zichzelf ging. He said, I cannot speak. Hij zei, ik kan niet spreken. I am slow in speaking. Ik ben een stotteraar. I don't know how to say these things. Ik weet niet hoe ik deze dingen. The people will laugh at me. De mensen zullen me uitlachen. Is there anybody else thinking people are going to laugh at you? Lift up your hand and say, Father, you are too slow for me today. Say, Father, in the name of Jesus, open my mouth. Amen. He complained so much that God said, you have an elder brother called Aaron. Hij klaagt zoveel dat God zegt, u hebt een oudere broer die Aaron. He will speak. Hij zal. But you will tell him what to say. Namens u spreken. The second person that came into the equation. De tweede persoon in de berekening. Was Pharaoh. Was Farao. Say you will go to Pharaoh. Hij zei, u zult naar Farao gaan. And you will tell Pharaoh. En u zult aan Farao zeggen. Let my people go. Laat mijn volk gaan. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And the third group that came into the equation was the children of Israel. De derde groep die in de berekening kwam van dit verhaal was de kinderen van Israël. They didn't know. En zij wisten niet. There is an extent to which you stay under oppression and you begin to enjoy it. Er is een moment waarop u onder verdrukking zult gaan en dat u het zult gaan ervaren. There is an extent to which you are sick, you will think it's normal. En er is een moment, een plek waar u ziek zou zijn en denken dat het normaal is. There is a situation you stay in, you know it's not good. Sometimes you begin to accept it. Er is een situatie waarin u zich te midden vindt en soms en u weet het is niet goed en toch accepteert. Psychoanalysts say that it is called the Stockholm syndrome. En de psychoanalisten noemen het een Stockholm syndroom. It is when we begin to love the one who kept us captive. Het is wanneer wij gaan houden van degene die ons gevangen heeft gehouden. And then we begin to accept the situation. En dat wij de situatie gaan accepteren. We refuse to do anything. We weigeren nog iets. The children of Israel were complaining. De kinderen van Israël klaagden. But did they want to be free? Maar wilden ze wel bevrijd worden? We live in a world. Wij leven in een wereld. Presently where people want to be free. Hedendaags waar mensen om vrijheid schreeuwen. But they don't want to be free. Maar ze willen toch niet vrij zijn. Because they are enjoying the oppression. Omdat ze genieten van die onderdrukking. Lift up your hand and say, Father, let the shackles fall. Let the shackles fall. Let the walls fall down. Let the walls fall down. When God speaks to you,
Wanneer God tot u spreekt. Don't wait for people. Wacht dan niet op de mens. Just do what he asks you to do. Doe dan wat hij van u gevraagd you heeft. You never get support. U krijgt misschien nooit die ondersteuning. You just get one or two persons who believe what you are doing. Misschien één of twee mensen, maar geloof in datgene wat u doet. Thank God for that. En dank God daarvoor. But don't stop. Maar houd daar, stop niet daarbij. Keep doing it. Ga door ermee. And it's going to bless your life. En het zal uw leven zegenen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I listened to a story today. Ik heb vandaag geluisterd naar een verhaal. A young preacher called Bill Graham. Een jonge prediker genaamd Billy Graham. When he was in the secondary school. Toen hij nog op de Mulo school zat. He was just coming up. He was just coming up. Hij was nog opkomend. No, no, Billy Graham. He was just coming up. En geen grote Billy Graham. And then there was one big man of God. En er was één grote man God. Internationally known. Internationaal bekend. He was asked to come and preach. Hij werd uitgenodigd te komen spreken. But he couldn't go. Maar omdat hij niet kon gaan. He sent Billy Graham. Stuurde hij Billy Graham. They say, who is he? En ze vroegen zich af. Wie is hij? He says just one of these. They say we don't know him. We don't want him to come. En ze zeiden we weten niet wie hij is, dus we hebben liever dat hij niet komt. The man said I'm sending him to come. Maar de man zei, maar ik stuur hem om te komen. They told him if you cannot come, he should not come. En ze zeiden aan hem, als mocht u zelf niet kunnen komen, laat hem dan ook niet the komen. The man said I want him to come for me. En die man zei, maar ik wil dat hij namens mij komt. The organizers of the meeting said, if you cannot come, he should not come. En de organisatoren van het event zeiden, als u niet kunt komen, dan mag hij niet komen. And the man said, he must come. En die man hield vol, hij moet komen. And reluctantly they accepted him. En uiteindelijk noodlottig met de tegenzin hebben ze hem geaccepteerd. You can imagine a young preacher. U kunt zich voorstellen, zo'n jonge prediker. He went to preach. Hij ging prediken. And when he finished, en toen hij klaar was. The most painful thing for a preacher is to stand for people who don't want you. Het meest pijnlijke voor een prediker is dat u voor mensen staat die u niet willen. When you are standing here, you are preaching, you look people's face. Wanneer u hier staat en u kijkt naar de gezichten van de mensen. You will collapse. Als u niet moedig genoeg bent, u doet uw best. You are doing your best. They just look you and. Ze kijken u gewoon aan. Jesus Christ. But you know what? Maar weet je wat? When my mother was pregnant, they were already looking at her. Amen. Toen mijn moeder zwanger was van mij, keek ze ook aan mijn ogen. So I'm used to it already. Dus ik ben gewend aan somebody die ogen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. This young man preached. En deze jonge man predikte. And when he finished. En toen hij klaar was. He called for altar call. Deed hij een altaar oproep. Only one person came out. Slechts één persoon kwam naar voren. He prayed for the man. Hij bad voor die man. He went home. En hij ging naar huis. Then he went. The person who sent him called him. How was the meeting? En de persoon die hem gestuurd had, vroeg hem, hoe ging het nou met die meeting? I've done what I have to do. En hij zei, ik heb gedaan wat ik moest doen. Did anybody give his life or come out? En hij vroeg, heeft iemand zijn leven gegeven of naar voren gestapt? He said, only one person. Hij zei, slechts één persoon. Did you collect his name? En hij vroeg, hebt u zijn naam genoteerd? He said, yes. En hij zei, ja. So can we pray for him? En hij zei, oké, bid voor hem. That one soul. Die ene ziel. That one soul. Die ene ziel. Became a world mover. Werd een wereldbewegeraar. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. That one soul. Die ene ziel. Became one of the major ministers in MML Modi's ministry. Hij werd een bekende dienaar in de MML Modi's bediening. I don't want to give you the name. But today. Ik zal het naam niet noemen. Maar vandaag. Today, when you talk about evangelism in the world, wanneer je het hebt over evangelisatie in de wereld, which person's name comes to your mind? Welke naam komt dan in uw gedachten? Billy Graham. Billy Graham. He has advised presidents. Hij heeft presidenten geadviseerd. Spoken in different places. Op verschillende plekken gesproken. Spoken to kings and queens. Tot koningen en koninginnen gesproken. Lift up your hand and say, Father. Heb je hand omhoog en zeg, Vader. I'm going somewhere. Ik weet dat ik ergens heen ga. I'm trying to encourage you to receive today. Dus ik probeer je te bemoedigen iets te ontvangen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. If anybody was born in July, just lift up your hands. Als iemand in juli geboren is, heb dan even uw hand. Is anybody born in July here? Is er iemand die in juli geboren is? Oh yeah, my son is born in July, you know. Oh
Any other person born in July? Nog iemand anders die in juli geboren Nobody? Is? Niemand? Okay, maybe some of them are, but they are not here today. En misschien zijn ze Can er dan we just stretch our hands to him and just pray for him? Laten we onze handen uitstrekken naar hem. With seven blessings. He was Laten born perfect man. Zegenen met zeven zegeningen. Hij is geboren in de volmaakte maand. Was born in the month when people are happy. Hij werd geboren in de maand waar mensen blij zijn. Blessing. Zegen blessing, hem. Blessing. Zegen hem. Shout out blessings to him this morning. Reka baradezi gede. Rado sakan derech radega dada. Rado sekede. E rada dada. E ta 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 ta. Are you praying for him? Are you praying for him? This is our visitation. In Jesus' name we pray. Amen. Father, in the name of Jesus, lift him up. Amen. Let him fulfill the purpose for which he was born. Amen. Before you created him, you knew him. Amen. You formed him and you called him to yourself. Amen. Lord, do not wait for him to be old before he begins to manifest why you called him to yourself. Amen. Let him begin to lead his generation. Amen. Let him bring them closer to you in the mighty name of Jesus. Father, prosper the work of his mind. Amen. Prosper the work of his hands. Amen. Prosper the work of his thoughts. Let everything he puts his hand prosper in the name Amen. Of Jesus. Lord, raise him to be a leader of men. Amen. Bring him into places where others cannot get into. Amen. Give him wisdom. Yes. Thank you, Father. Amen. And above all, Father, keep him healthy. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, I pray for him, I pray for all. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'd like us to pray tonight. How many of you are in the mood of praying tonight? Hallelujah. I want us to pray. Pastor Tony, I know you must have prepared one or two prayer points. Can you come and lead us in prayer? One man's squad is working hard. Amen. Somebody shout hallelujah. For the next 10 minutes, and after that, we'll come and minister. Hallelujah. Amen. Please, let's stand on our feet. Please, I want you to begin to speak in tongues. If you can speak in tongues. You have to know that this is our visitation. Begin to speak in tongues right now. Just pray, say, God visit me today. God visit me today. Father, visit us today. In the name of Jesus. Verse 1. The Bible says, and the Lord visited Sarah as he had said. Hallelujah.
And the Lord did unto Sarah as he had spoken. And the Lord visited Sarah. En de Heer zag om naar Sarah. I want you to see, there is a testimony, see. Many people, when we talk about our institution, some of you come as a member, you don't know the power that is in this place. Wanneer we het hebben over de kerk van bezoek, dan komen sommigen van ons als leden. We weten niet wat de kracht is die I have a two powerful testimony, but it's not today I will share it. Ik heb twee krachtige getuigenissen, maar het is niet vandaag de dag. What God has done in my life through His hours. Wat God in mijn leven gedaan heeft. I will come. I will share the testimony. Ik zal komen en de getuigenissen. The things that changed my life. De dingen die mijn leven hebben. It happens in this place. Het gebeurde op deze plek. You see, when Word of God said that. Ikatata. There is a power of God. Er is een kracht des Gods. When you are coming to our visitation, wanneer u komt naar het uur van, don't just come because you want to come. Niet gewoon omdat u maar wilt komen. Have an expectation. Heb een verwachting. It's hour of visitation. Het is een uur van bezoek. Don't say, God, visit me today. Hij zegt, God, bezoek mij vandaag. The Bible says that God visited Sarah. En de Bijbel zegt dat God Sarah bezocht. As He had said. Zoals Hij zei. And He said, and the Lord did unto Sarah as He had spoken. En hij zegt, de Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. What I want you to pray, first prayer point. Wat ik wil dat u gaat bidden. I want you to begin to pray, say, God, as the word of God is ministering. Ik wil dat u zegt, Heere, terwijl het woord bediend wordt. Speak to my spirit. Spreek tot mijn geest. God, speak to my spirit. God, spreek tot mijn geest. God can give you a word. U weet, God, just that a small word. Ook al is say, God, speak to me. As the word will be going on today, Holy Ghost, speak to me. Oh, we are about to begin to pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, as the word is going forth today, Father, speak to me. Speak to me, Lord Jesus. In the name of Jesus. Father, speak to me. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. You see, that was last year. Ziet u, dat was vorig jaar. In our station. Tijdens het uur van while the prayer was going on. En er was een gebed. God was telling me something. God sprak tot mij. I wrote it in this book. En ik heb het in dat schrift. You know, there's something I was discussing with my children and with my wife. En het was iets wat de discussie was. It's something that is hidden. They are hiding it. Like they want to reveal it to me. En het was verborgen en ze wilden het aan mij vertellen. I told them. Ik zei aan hen. This thing you want to reveal to me. Dit ding wat u aan mij before you even said it. Voordat u het zegt. I see in this book. Het is geschreven. And God has told me specifically. En I wrote it here. En de Heer heeft het mij specifiek gezegd. You see, the power of God is in this place. Amen. God is op deze plaats. It's in this place. Is op deze plaats. Hallelujah. Last prayer point. Laatste gebed. Tell God, visit me today. Zeg aan God, bezoek mij. Visit me as you have visited Sarah. Bezoek mij. I don't know what you want God to visit. There are many things. If God visits you, can change situation about your life, your family, everything. Say, God, visit me. Visit me today. Visit me today, Lord. May shoot your brother. Father, visit me. Lord, visit me today. Visit us today. Open your mouth and begin to pray. Say, God, visit me today. I don't want to go on the same way, Lord. Visit me today. Visit my family today. Touch my life today. May God start celebrating. May shoot your ambassador. May make a day. Father, visit me today. Father, visit us today. May shoot your ambassador. Father, visit me today. In the name of Jesus. Father, visit us today. Visit us today. May God have prayer. May soon the Casada. Father, the Jesuit. 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 Father, the
Bye.
Holy Spirit. Wij danken u voor de Heilige Geest. We thank you for the grace to worship. Wij danken u voor de genade te mogen aanbidden. Let your name be praised today. Dat uw naam geprezen zal worden. Thank you for the power that is in the name of Jesus. Dank u voor de kracht die aanwezig is in de naam van Jezus. Thank you for your visitation tonight. Dank u voor uw bezoek vanavond. We believe that walls will crumble tonight. Wij geloven dat muren zullen instorten vanavond. And the walls we have built ourselves that are not to our profit will be destroyed tonight. En de muren die we zelf opgebouwd hebben en die geen voordeel brengen aan ons zullen neergaan. And we will rebuild the ruined walls of our life in the name of Jesus. En we zullen gaan bouwen aan de muren van ons leven, voor de muren van ons leven in de naam van Jezus. Holy Spirit, have your way. Heilige Geest, ga uw gang. Have your way tonight. Ga uw gang vanavond. In Jesus' mighty name we pray. In Jezus' naam. Other people say, amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. When you make sacrifice for God, God will touch you. Amen. Als u offers brengt voor God, zal God u aanraken. This young man who is going there, he gave me a very good sound excuse for not to be here. And the excuse is very, very sound, very sound. Deze jonge man die nu wegloopt, heeft een reden gegeven om niet hier te mogen zijn. Het was een goede reden. But I told him, just cut it short and come here. I need you. Maar ik zei hem, onderbreek het, houd kort en kom hier, want ik heb je nodig. And he came. En hij kwam. Do you know? Weet u? There are prayers that are not said. Dat er gebeden zijn die niet uitgesproken worden. That your heart flows to someone. Maar dat uw hart kan vloeien naar een mens. Those prayers are more than the ones that are said. En die gebeden zijn meer waard dan degene die uitgesproken worden. Tell me why such a person will suffer through life. En zeg me dan waarom zo iemand zal lijden in het leven. You know, Pastor Tony was telling you, you know, because you are here, you don't know the value of it. Omdat u hier, Pastor Tony zei het net, omdat u hier bent, kent u de waarde. You are still using, look, the wisdom you were using since you were born that didn't profit you, you are still using it. De wijsheid die u gebruikte toen u geboren was, die niet geholpen heeft, dat gebruikt u nog steeds. Why don't you let God take you to where he wants to take you? Waarom laat u God u niet nemen naar de plek waar hij u heen wil brengen? Why not? Waarom niet? Why not? Waarom niet? If he didn't come, I beat him. Als hij niet kwam opdagen, zou ik hem in elkaar kunnen slaan? I would still love him. Ik zou nog steeds van hem houden. Because I'm a shepherd. Omdat ik een herder ben. I would still love him. Ik zou nog steeds van hem houden. I would not be angry. If I en ik zou niet boos worden op hem. But there is power in obedience. Maar er is kracht in gehoorzaamheid. And every obedience requires sacrifice. En elke gehoorzaamheid heeft offer nodig. If you obey and there is no sacrifice, it's not obedience. Als u gehoorzaamt en u brengt geen offer op, dan is het geen gehoorzaamheid. Every time you obey something, iedere keer wanneer u gehoorzaamt aan iets, there is something you disobeyed. Dan is het iets waar u ongehoorzaam bent. So it's a sacrifice. Dus het is een offer. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Tonight God is going to bless you. Vanavond zal God u zegenen. Tonight God is going to bless you. Vanavond zal God u zegenen. We started a series from the month of May. In de maand mei zijn we gestart met een serie. And the first thing we said is let the walls fall down. Is that correct? En het eerste wat wij toen zeiden is laat de muren instorten. And we said that the walls are there for protection. En we zeiden dat de muren daar zijn voor bescherming. They are there for separation. Ze zijn daar voor scheiding. They are there for security. Ze zijn daar voor verzekering. There veiligheid. Are good reasons for walls. And we also agreed that in those days nations built walls to protect themselves. En we waren het ermee eens dat naties muren opzetten, bouwen om zichzelf te beschermen. And our point scripture was. En onze hoofdtekst was. Joshua. Joshua. And we used Jericho as our story. En we gebruikten Jericho als ons verhaal. And we said that no matter how high the wall is. En we zeiden toen hoe hoog de muur ook mag zijn. That the enemy will erect. Dat die de vijand zal doen oprichten. God can flatten it in a second. Kan God in 1 seconde weer flat. Without you shooting one bullet.
Zonder dat u in één kogel schiet. God can fight for you. Kan God voor u vechten. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And then the second one, we went into the walls that we erect ourselves. En de tweede gingen wij naar de muren kijken die we zelf opgericht hebben. Sometimes we erect walls ourselves. En soms doen wij zelf muren oprichten. And then we use Ezekiel as an example. En toen gebruikten we Ezekiel als voorbeeld. Where God was telling him to tell the people to break the walls they have erected around themselves. Waar God tegen hem zei de mensen te zeggen dat ze de muren die zij om zich heen opgetrokken hadden, because God could not reach them. Omdat God hen niet kon bereiken. Because they built a wall around themselves. Want ze hebben een muur om zichzelf gebouwd. And we agreed here. En we waren het hier mee eens. That if you don't break down the walls. Dat als we de muren niet neerhaalt. That separates you from God. Die u scheidt van God. That separates you from the word of God. Die u weghoudt van het woord. That separates you from people. Die u weghoudt van mensen. That keeps you away from the good things of God. Die u weghoudt van de goede dingen van God. And at the end of the day you will be the one to suffer. Dat u uiteindelijk degene zal zijn die zal lijden. And we all agree. En we waren het met elkaar. And why psychology teaches us to build walls. Terwijl de psychologie ons leert om muren op te trekken. But God also is a very social person. Maar God zichzelf is een sociaal mens. And he always wants to be with people. En hij wil altijd bij de mensen zijn. And let me tell you one thing. En zal ik u één ding zeggen? Let me tell you one secret. Ik zal u een geheim verklappen. If God will allow you to be in his position for one day. Als God u zal toestaan in een 5 minutes. Voor 5 minuten is zijn positie zo niet zijn. Of slechts 2.5 minuut. I tell you, you know what you will do? Dan zeg ik u, weet je wat u zal doen? You will find somewhere to hide. Dan zal u ergens vinden om te gaan verschuilen. Because some of us have not learned how to deal with people. Omdat wij niet geleerd hebben hoe met mensen om te gaan. We want to separate from everybody. We willen ons scheiden van een ieder. I don't like this. Ik hou hier niet van. I don't like this. Ik hou hier niet van. I don't like this. Ik hou niet hiervan. This one is not good. Dit is niet goed. That's not good. Dat is niet goed. That's not good. Dat is niet goed. But do you know one thing? Maar weet u één ding? We are all members of God's family. We zijn allemaal leden van Gods familie. How does God handle us? Hoe gaat God dan met ons om? And you know one thing with God? En weet u één ding met God? At least the one you don't like, if it's not where you are, you are not hearing about him, you're not seeing anything, nothing, at least you are at peace, according to you. You say you are at peace. En degene met wie u niks te maken also, wilt hebben, u wilt niks van die persoon horen. But you say en you are at peace, dat right? U gewoon goed hebt. But God hears everything we say. Maar God die hoort alles wat wij zeggen. He sees everything we say. Hij ziet alles wat he wij zeggen. He even knows our thoughts. Hij kent zelf onze gedachten. Yet he has not asked the ground to open so that we go in and cover us. He tolerates all of us. Dat de grond open moet gaan om ons op te, te slokken. Maar hij tolereert ons alle. All of us. Ons alle. He doesn't make some blind. Hij maakt sommigen niet blind. No. Nee. Have you imagined it? Hebt u zich kunnen inbeelden? So we dealt with that wall. Dus met die muur hebben we afgerekend. Today. Vandaag. We are going to deal with another wall. Gaan we afrekenen met een andere muur. Somebody shout hallelujah. Oh, hallelujah. This is. We're going to be looking at it, a little bit of the journal of a servant in the palace. We gaan vandaag kijken naar de We gaan kijken naar een dienaar, hoe het zijn wandelgangen waren in his een paleis. His journal. What he wrote down. Wat hij neergeschreven had. Last week on Sunday I was telling you that one of the ways you can overcome certain things is to have a journal. Ik heb u vorige keer gezegd, de manier waarop u sommige dingen kunt verwerken is om te gaan schrijven. And that person's name is Nehemiah. En die persoon's naam is Nehemia. This time, en deze keer, he was not blowing a trumpet. Blies hij niet een trompet in Jericho? Bij Jericho. This time, deze keer, he was not prophet Ezekiel. Was hij niet profeet Ezekiel? Telling the people to break down the walls. Die aan mensen vertelde de muren neer te halen. But this was a man.
Maar dit was een man. That was touched by what he heard. Die geraakt werd door hetgene wat hij hoorde. Let me quickly read the scriptures, then I just preach and then we'll stop. Ik zal snel let's lezen. Go to Nehemiah chapter 1. En dan ga ik one. Verder. Laten we gaan naar Nehemiah hoofdstuk 1. What is it in your life that you want to rebuild? Wat is het in uw leven dat u wilt hebben? What is it that you have left for long time? Wat is het dat u achter u gelaten hebt voor lange tijd? But now you want to rebuild it. Maar nu het weer wilt hebben. What have you abandoned? Wat hebt u in de steek gelaten? That I'm going to remind you today. Waar ik u vandaag aan zal herinneren. And after that. En nadien. You will pick it up. Zal u het weer oppakken. And make it something great. En iets groots maken. The words of Nehemiah the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Chiselu. In the 20th year as I was in Shushan the palace. This man was in the palace. Deze man bevond zich in het paleis. A palace is a place of comfort. Een paleis is een plek van comfort. He was not in detention. Hij zat niet gevangen. But he was in the palace. Maar hij was in een paleis, een burg. I want you to see where he was. Ik wil dat u gaat zien waar hij was. Let's go quickly, please. That Hanani. Now watch it. He was in the palace. Hanani, one of my brethren, came. He and certain men of Judah. And I asked them concerning the Jews that had escaped. Which were left of the captivity and concerning Jerusalem. I asked them. He was in enjoying his life and people came to visit him. Hij genoot van zijn leven en mensen kwamen hem bezoeken. And then his brother was among them. En zijn broeder was bij hen. He asked them how are those guys chilling there. En hij vroeg hen hoe het met de jonge mannen daar ging. How is this with this captivity of it? How is it going? Hoe is het there? Nou met het gevangenschap van Jeruzalem? Hoe gaat het nou met Jeruzalem? And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Lift up your hands and say, Father. Father. Shout it like you mean it. Father. Father. Today. Today. I break down. Any reproach. In my family. In my family. Amen. Reproach is the inability to be seen in whatever you do. Het is niet in staat kunnen kijken in hetgene wat u doet. Reproach is you are walking like an elephant, you are eating like an ant. Het is dat u hard werkt als een olifant, maar eet als een rat. Reproach is you do the same thing with other people. The other people's own is sin, your own is not sin, but your own is better. Reproach is zeg maar dat dat van de mensen als niet beter is en als. Reproach is you label that you hard work and you are sincere and you bent oprecht, but there is nothing to show for it. Maar is niets om ervoor te laten zien. Reproach is you start many things you never finish it. Het is dat u aan dingen begint die u niet kan afmaken. Reproach is when you are ready to enjoy your labor, it is taken from you. Het is dat wanneer u klaar bent om te genieten van uw arbeid, dat het u afgenomen wordt. Reproach is you have great ideas. En reproach houdt in dat u grote ideeën hebt. But none of them works for you. Maar niets werkt uit voor reproach u. Reproach is you are intelligent. En uw reproach is dat u intelligent and bent. And people know that. En mensen weten. You are gifted. U bent, hebt gemaakt. And people know it. En mensen weten dat. But there is nothing to show for it. Maar er is niets wat daarop kan laten zien. Reproach is everything that comes to your hand. Dus ellende en smaad is alles wat u in de handen komt. You have to struggle with it. En dat u toch ermee moet worden. Nothing goes easy for you. Niets dat u makkelijk afgaat. Now you know what it is. En nu weet u wat het is. I want you to lift up your hands. Leg uw handen omhoog. And rebuke every reproach in your life. Begin to pray right now. Father, every reproach be broken. Lateness in life be broken. Reproach is 10 steps forward, 30 steps backwards. The reproach is every word that comes out of your mouth irritates people.
Reproach is people know you are there, but they don't come to you. Whatever is broken in your life will be fixed today in the name of Jesus. Whatever is broken in your family will be fixed today in the name of Jesus. Whatever is broken in your marriage will be fixed today in the name of Jesus. Whatever is broken in your finances will be fixed today in the name of Jesus. The wall is broken, the gates are broken, and they are burned with fire. Amen. Go ahead, please. You people said amen. Amen. You said amen when I read that one. You see, there is this Catholic priest. You know, in Catholic churches. You know, Catholic church, once they come in, they say, peace be with you. What do they say? No, no, they don't say amen. If you know it, you say. If you don't know, you don't say. They say, peace be with you. What did they tell them? And also with you. So one day he came to church, and the media team, there was a technical problem. And there was a technical problem by the media team. And he said, there is a technical problem today, and the audience said, and also with you. Somebody shout hallelujah. Other people cannot laugh. Because they were used to, anytime he comes to the audience, he'll say, peace be with you, and everybody say, and also we. He stand there with problems, say, there's a technical problem. They say, and also we. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. We laugh in the house of the Lord. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. That thing I read, you can't say amen there. That's very bad. So I changed that in Jesus' name. Amen. And it came to pass when I heard these words. Somebody say words. Words. Somebody say words. Words. Words are what you need. The words zijn datgene dat u nodig hebt. Words are what can change your life. Woorden is dat wat uw leven kan veranderen. Some people can hear a word. Sommige mensen kunnen een woord horen. And change their lives. En hun leven veranderen. Some will hear the same word. Sommigen horen hetzelfde woord. And take offense. Some will hear the same word. And will be angry. But some will hear the word. And do something. And iets doen. I heard these words that I sat down and wept and mourned 7 days and fasted and prayed. Look at the sequence, please. You know, sometimes we are too much in a hurry. Some say we gaan te snel. He heard this word. Hij hoorde die woorden. He sat down. Hij ging zitten. What did he do? He wept. Let me ask you, when is the last time you wept? Wanneer is de laatste keer dat u gehuild hebt? My home is not far away. Van mij is niet iets ver weg. It's not too long ago. Het is niet te lang geleden. On Thursday here. Hier op I listened to one young girl. Ik heb naar een jong meisje geluisterd. I went to go to bed. I said, let me do quiet time. And she preached. En ze predikte. And when she finished preaching. En toen ze klaar was. I wept. Heb ik gehuild. I was alone in the studio. I wept. Ik was alleen in de woonkamer. I wept. Ik heb gehuild. I called God. En ik riep tot God. To help me. Om mij te helpen. It was a searching message. Het was een boodschap om jezelf te onderzoeken. We have almost lost it. We zijn het bijna kwijtgeraakt. We are all looking for fame. We zijn allemaal op zoek naar roem. So that people can know us. Zodat mensen ons zullen we kennen. Have forgotten the sacrifice on the cross. We zijn vergeten het offer aan het kruis. It is about how people see us. Het gaat erom hoe mensen naar ons how kijken. How people talk about us. Hoe mensen over ons spreken. How many people. Hoeveel mensen. How big. Hoe groot. How fantastic. Hoe fantastisch. No. Nee. Those things are important. Die dingen zijn belangrijk. But the most important is your heart. Maar het meest belangrijkste is uw hart met God. This young man. Deze jonge man. He heard the words. Hoorde de woorden. He wept. Hij huilde. He mourned. Hij rouwde. Mourn is the pain of what you have experienced and goes on for some time. Het rouwen is de pijn die u gevoeld hebt die lange tijd even meegaat. Nowadays people are not allowed to mourn anymore. En tegenwoordig zijn mensen niet langer toegestaan om te rouwen. What is wrong with you? Share up, share up. It's not every time somebody can share up. En zeggen ja, word vrolijk, maar niet iedere keer kan iemand vrolijk zijn. I can laugh. Ik kan wel lachen. But I can be mourning my dad. Maar ik kan nog steeds om mijn vader rouwen. I'm allowed to do that. Ik mag dat doen. 7 days I fasted. The news he heard led him to do what?
fast. Het nieuws dat hij hoorde bracht hem tot vasten. He fasted. Hij vastte. And then what did he do? He prayed. En bad. Before God of heaven. Until you recognize that your help comes from God, you will still be struggling. Totdat u gaat beseffen dat uw hulp komt van God, zult u nog altijd worstelen. We have a Christian generation that don't like to pray. We hebben een christelijke generatie die niet van bidden houdt. Nehemiah has 13 chapters. Nehemia heeft 13 hoofdstukken. And you have 11 places where Nehemiah said, "And I prayed to God." En er zijn 11 plekken waar Nehemia telkens zegt. En ik bad tot God. And I pray to God. En ik bad tot God. I pray to God. En ik bad tot God. I pray to God. En ik bad tot God. Go ahead, let's go. Somebody shout hallelujah. And said, I beseech thee, O Lord of God of heaven. This is his prayer. That great and terrible God. The message I listened to was the terrible God. Around 12 midnight. The terrible God. The boodschap waar ik naar luisterde was. You see, the great and terrible God. Modern Christians don't want to hear that. De moderne christenen willen dat niet horen. Hij is vol met liefde. Hij is vol met liefde. Zelfs wanneer zonde gepleegd wordt, hij is vol met liefde. Hij is vol met love. I can't also need him. He cannot do that. He may have no God to be terrible. Terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. See those he protects? Ziet u degene die hij beschermt? Those who obey commandments? Zij die gehoorzamen aan covenant. Aan het verbond. Jesus did not die for nothing. Jezus stierf niet voor niks. It was a covenant. Het was een verbond. Go ahead, please. This was his prayer. Go ahead, let's. Dit was zijn gebed. Let thy ear now be attentive and thy ear, thy eyes open. That thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night. For the children of Israel, thy servants, and I confess the sins of the children of Israel, which I have sinned against thee, both I and my fathers have sinned. You tell somebody. Zegt daar iemand. I went to preach somewhere and somebody came forward for prayer and I look at the person. Ik ging ergens prediken en iemand kwam voor gebed. And the Lord said, tell this person to go and forgive and come back. De Heer zei tot mij, zeg aan de persoon te gaan, te vergeven en dan terug te komen. I said, listen, go and forgive. En ik zei, ga, vergeef en dan kom je terug. He just went to sit and didn't come back. En die ging zitten en kwam niet terug. I went back to pull the person. I said, come ik here. Ging terug en ik trok de persoon uit de menigte. This time I have to be. I said, this is the person you are offending. En ik zeg, this is the person this is die u beledigd hebt en om deze zaak gaat het. Als u niet vergeeft, this sickness will not go. Zal deze ziekte niet gaan. Oh, then you want to forgive immediately. En toen wilde de persoon meteen vergeven. Because he think he can hide it from me. Omdat hij dacht dat hij het voor mij verborgen had. He already got a report from doctor. Omdat hij, maar hij had reeds een rapport van de arts gehad. That's intercession. Dat is voorbeden. Prayer starts from agreeing that you have sinned and God should forgive you, so that he can hear your prayer. Gebed. All have sinned and come short of the glory of God. Somebody alle, say amen. Amen. All, including me. Alle. So when you appear before the Holy God, dus you have to accept that there is something that is not right and make it right. Moet u accepteren dat er iets niet in orde is en u moet het recht trekken. Verse 7, we'll stop there. We have dealt very corruptly against thee and have not kept thy commandments. No, the statutes, not thy judgment. We thou commanded thy servant Moses. Go ahead. Go ahead. We have not done what you asked us to do. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if you transgress, I will scatter you abroad among the nations. You remember? Hmm. If you misbehave, also, I'll scatter you. Go ahead. Go ahead. But if you turn unto me and keep my covenants and do them, though they were of you cast out unto the utmost parts of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I've chosen to set my name there. We stop there. You see two parts. You said, if we offend you, you will scatter us. Hij zegt, als we aanstoren en beledigen, zal hij ons doen verspreiden. But if we
ask for forgiveness. Maar als we om vergiffenis smeken, you will also forgive. Dan zal hij ook vergeven. And bring us together. En ons samenbrengen. Now we are asking you to forgive us. En nu vragen wij u om ons te vergeven. Bring us together. Breng ons dan bij elkaar. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Nehemiah. Nehemia. Was a servant. Was een dienaar. In the palace. In het paleis. What was his job? Wat was zijn taak? He was the one who served the king wine. Hij was degene die de koning wijn kon bedienen. Okay, let me break it down. Ik zal het even uit elkaar halen. He was the cupbearer. Hij was degene die de beker van de wijn droeg. What was that function about? Wat waar ging die functie over? Every wine that the king is going to drink. Elke keer als de koning wijn wilde drinken. Please listen. Luister goed. He will have to taste the wine first. Dan moest hij eerst de wijn proeven. Every food that the king is going to eat. Als de koning zou eten. He will taste the food first. Alles wat hij zou eten moest Nehemia eerst proeven. So if there is poison in it. Dus als er vergif in staat. He will die first. Dan zou hij als eerste sterven. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. What a very good job. Wat een geweldige taak. But along the line. Maar zoals de tijd verstreek. This civil engineer called Nehemia. Deze burger engineer. Civil engineer, this civil engineer. Deze ingenieur. He built trust with the king. Bouwde vertrouwen bij de koning. There was integrity with the king. Hij was integer tegen de koning. He could advise the king. Hij kon de koning adviseren. They built a relationship. Hij had een relatie met hem. That was not only tasting and just tasting food. Die niet alleen gebaseerd was op het proeven van het eten. But there was a relationship. Maar er was een relatie onderling. And because of that relationship. En vanwege die relatie. The king could look at his eyes. Kon de koning hem in de ogen aankijken. And the king could look at him. En de koning kon hem zien. Wherever you find yourself. Waar u zich ook bevindt. Don't just do the job. Doe niet alleen gewoon de taak. Build a relationship. Maar bouw aan een relatie. Now let's see what happened after he heard the news. Maar laten we kijken wat er gebeurde nadat hij het nieuws hoorde. He has heard the news. Hij hoorde het nieuws. He has spoken to God. Hij sprak tot God. After he has cried and everything. En nadat hij gehuild had en alles. When we hear something. Wanneer we iets horen. And then we cry. En we huilen. And then we embrace each other. Dan omhelzen we elkaar. And then we go to the city to enjoy. En dan gaan we naar de stad om te genieten. Or we go to vacation or whatever. En dan gaan we naar vakantie of wat dan ook. What do we do next? Wat doen we dan vervolgens? This man has done all those things. Deze man heeft al die dingen gedaan. But what is he going to do now? Maar wat zal hij nu gaan doen? Will he just keep the news? Zal hij het nieuws voor zichzelf houden? Let's go to chapter 2. Laten we gaan naar hoofdstuk 2. And see what he did. En kijken wat hij gedaan heeft. The month of Chisilu is around November, December. De maand Chisilu is rond November, December. And it came to pass in the month Nisan. The month Nisan is in April. En de maand Nisan is de maand April. So we are talking about March, April. We are talking about after 4 or 5 months. Dus he began to take action. Over 4 or 5 maanden begon hij dus. In the 12th year of Ahasuerus the king, that wine was before him. I took up the wine and gave it unto the king. Now I have not been before time served in his presence. He has never been served before in his presence. And he's a hail frolic young man. He was always a happy young man. But this time. Maar deze keer. Something changed. Was er iets veranderd. Verse 2 please. Wherefore the king said unto me. Why is thy countenance sad? See that I am not sick. This is nothing else but sorrow of heart. Then I was so afraid. The king has discovered what I hid in my heart. De koning heeft ontdekt wat ik in mijn hart verborgen and heb. I don't know what's going to happen to me. En ik weet niet wat met mij zal gebeuren. He has discovered. Hij heeft het ontdekt. There is something in my heart. Dat er iets is in mijn hart. And my face has betrayed me. En mijn gezicht, mijn gelaat heeft mij verraden. Verse 3. And I said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, somebody say, when my city. When my city.
Somebody say, where my family? Somebody say, where my children? Somebody say, where my marriage? Where my finances? Where everything around me? When the city, the place of my father's sepulchre, lieth waste. Where they buried my father is lying waste. Waar mijn vader begraven is, verwoest is. And the gates thereof are consumed with fire. Where I supposed to treasure is completely destroyed. Why must I be happy? Waarom moet ik vrolijk blij zijn terwijl de plek waar ik zoveel waarde aan heb verwoest is? Everything I've worked for, alles waarvoor ik gewerkt is been destroyed. Is vernietigd. Why should I be celebrating? Waarom zou ik moeten feest vieren? King, koning, I'm not happy. Ik ben niet blij. Go ahead, please. Then the king said unto him, for what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. He prayed to who? Man asked him, what do you want? Who did he pray to? Mens vroeg hem wat hij wilde en hij bad tot God. Man asked him what he wanted. What did he do? Because sometimes what we want is not what God wants. Want soms wat wij willen is niet wat God wil. So we have to ask him. Dus we moeten hem vragen. No matter what we are offered. Maakt niet uit wat er aan ons geboden is. Go to the next verse, please. And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may rebuild, that I may build it. Amen. Perhaps. Let's go. And the king said unto me, the queen also sitting by him, now he invited the wife to sit. For how long shall thy journey be? And when will thou return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Somebody say, I have time. I have time to rebuild my life. To rebuild my life. It's not going to cost the rest of my life. Het zal niet voor de rest van mijn leven duren. Nehemiah spent 52 days. Nehemia spendeerde 52 dagen. To rebuild the wall of Jericho. Om de muren van Jeruzalem. Jeruzalem te herbouwen. The problem you have. Het probleem dat u hebt. Cannot last for the rest of your life. Kan niet voor de rest van uw leven duren. You cannot remain the same every year. U kunt niet hetzelfde blijven het hele jaar door. If you don't take radical decision, als u geen radicale beslissingen neemt, you will not change. Zult u niet veranderen. He set a time. Hij stelde een tijd vast. And it was 52 days. En dat was 52 dagen. Give us the next verse, please. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come unto Judah. He's looking for permission, authority. Authority standing, go ahead. And they let unto Safa, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me, according to the good hand of my God upon me. Amen. He knew it was God that was making it. Somebody says, God is with me. God is with me. Go ahead. Then I came to the governor beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. Can you imagine? Kunt u zich voorstellen how he was honored? Hoe hij geëerd werd. When Sambala the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. I don't know whether I should preach here or I should leave it for tomorrow. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Somebody say 3 days. 3 days. So I heard. I'm looking for something. When I get there, I stop. And I arose in the night, and I and some few men with me, neither told that how many. Few men. Somebody say few men. Few men. And I told any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem. They were with him, but they didn't know what he was going to do. Ze waren met hem, maar ze wisten niet wat hij zou doen. Neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. Sometimes you need to separate yourself to succeed. Soms moet u zelf scheiden om. And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung pot,
and view the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. They went to view what he's going to do. Then I went unto the gate of the fountain and to the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. Too small. Sometimes when you are doing what God asks you to do, you get to somewhere it's too small to pass. Soms als je doet wat God van u vraagt te doen, komt u ergens, dan is het net te smal, te klein voor u om door te kunnen gaan. And God is still with you. Maar God is nog steeds met u. Somebody say God is still with me. Zeg, God is nog steeds met mij. And I went up the night by the brook and viewed the wall and turned back and entered by the gate of the valley and so returned. Go ahead, please. We're going to finish. And the rulers knew not whither I went or what I did. Neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. He refused to tell anybody. He was still planning. Remember, I was a civil engineer. Then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Now this is where I take the heading of the message today. See? Come! Somebody say come! Come! Oh, somebody say come! Come! He's inviting everybody. Hij nodigt het ieder uit. He's inviting everybody. Hij nodigt het ieder uit. He's inviting you. Hij nodigt u uit. He's inviting me. Hij nodigt mij uit. He's inviting your family. Hij nodigt uw familie. He's inviting everybody. Hij nodigt het ieder uit. He said come! Hij zegt kom! And let us build up the walls of Jerusalem. Laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. That we be no more a reproach. Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. When you look at the world today, als u vandaag kijkt naar de wereld, the walls of morality has been broken down. De muren van moraliteit zijn neergebroken. There are things that were not accepted many years ago, now they have been accepted. Dingen die jaren geleden niet geaccepteerd werden, worden nu geaccepteerd. It's like we are pushing away the Bible. Het is net alsof wij de Bijbel van ons wegduwen. And we are building what is going to destroy us. En wij zijn aan het bouwen datgene wat ons zal vernietigen. What has built the world? We are pushing it aside gradually. Wat de wereld opgebouwd had, duwen wij aan een kant, gelijk. We are saying that the wisdom of God is not good enough for us. En wij zeggen dat de wijsheid van God niet langer goed is voor ons. We are going into the worship of self. En wij gaan in de aanbidding van onszelf. Without we knowing. Zonder dat wij door hebben. We are drifting to destruction. Drijven wij ons naar vernietiging. We are rejecting the God that created us. We wijzen af de God die ons maakt. We are all very careful what we say and where we are. En we zijn heel voorzichtig. We letten heel nauwkeurig op onze woorden. The bravest people now are the silent people. De moedigste mensen nu zijn de mensen die stil kunnen zijn. So that they cannot be caught saying something that is wrong. Zodat ze niet betrapt kunnen worden omdat ze iets zeggen wat niet. Courage is no longer speaking truth. Moed is niet langer de waarheid spreken. It depends on how many people who accept the nonsense you are doing. Het gaat meer om hoeveel mensen accepteren. De nonsens, de verkeerde dingen die u doet. If 20 million people accept what you said and you know it's wrong, everybody will say the right thing. Als 20 miljoen mensen geaccepteerd hebben datgene wat u zegt, terwijl ze weten dat het verkeerd is, zullen mensen. If I decide to jump around on the street with my underwear like a monkey and shout some kind of shout and it goes viral, I become a very popular person. Mag ik besluiten om in mijn ondergoed de straat op te gaan en rond te springen als een aap en dingen roepen en mensen vinden het leuk, dan zouden ze zeggen dat dat het is wat de. If I get 18 million views. Als ik 18 miljoen. 80 million views. 80 miljoen. The whole world is doing exactly what I've done. Nobody questions. Niemand die nog vragen. Is this the right thing to do? Is dit nou het juiste te doen? Is this human? Is dit menselijk? What does it contribute to humanity? Wat draagt het bij aan de mensheid? The words that was used to build our life is being broken. De woorden die gebruikt werden om ons leven op te bouwen zijn nu gebroken. And it's entering the church very fast. En dat komt heel snel de kerk binnen. Let me shock you. Ik ga u doen verbazen. The church has the highest level of divorce in the world right now. De kerk kent het hoogste niveau van echtscheidingen in de wereld op. Why? Waarom? Why? Waarom? We are raising people who do not understand what is called sacrifice. We zijn mensen aan het oprichten die niet weten wat offerbrengen inhoudt. People who cannot stand.
Mensen die niet kunnen staan. People who cannot wait. Mensen die niet kunnen wachten. People who have no patience. Mensen die niet geduldig zijn. Because marriage is hard work. Omdat huwelijk hard werken is. It takes time. Het duurt even. Before it can stand. Voordat het stand kan houden. We have a generation. We hebben een generatie. That goes for pleasure. Die gaat voor het plezier. And Nehemiah is calling us. En Nehemia roept ons op. To build the walls. Om de muren op te bouwen. We have to stand up. We moeten opstaan. We have to speak. We moeten uitspreken. We have to go out there. We moeten daar buiten if gaan. If 20 of your friends are not Christians and you are the only Christian, it's a question of time you will fall. Als 20 vrienden van u geen christenen zijn en u bent te midden van hen, dan is het maar een kwestie van tijd. The only way you can survive. De enige manier waarop u stand kunt houden. Is to bring them to Christ. Is om hen te brengen tot Christus. Which walls have you heard that need repair? Van welke muren hebt u nou gehoord? Herbouwd moeten worden. Which walls have broken down? En welke muren zijn ingestort? That God is asking you to rebuild. Die God u vraagt te herbouwen. Nehemia saw one. Nehemia zag er één. He was told about one. Hij werd verteld over één. And then he took action. En hij ondernam actie. He took action. Hij ondernam actie. He took action. Hij ondernam actie. And he did something beautiful. En hij deed iets prachtigs. He decided to rebuild the wall. Hij besloot die muur op te bouwen. He left the place of comfort. Hij liet zijn comfort achter. And took risk. En nam een risico. To go and do something. Om te gaan en iets te doen. That may not even benefit him. Dat misschien niet eens in zijn voordeel was. Because he was in a good place. Want hij had het reeds goed. He didn't have problem. Hij had geen probleem. Nobody was disturbing him. Niemand die hem lastig. He was, what are you talking about? You are tasting the food of king. U bent de maaltijden van de koning. Have you seen the eastern people how they eat? En weet hoe de mensen in het oosten eten? Do you know how they eat? Ziet u hoe ze eten? He has to taste the beef stock, the fish, the red snapper, eat everything on the table, he has to taste it. Hij moest van alles proeven. We are not talking of one wine, different types of wine. Yeah. En dan hebben we het niet over, het ging om verschillende soorten wijn. You really need to wash your weight, not to be weak. U hoeft niet te letten op uw gewicht dat u niet groot bent. No, you have to watch, otherwise. And they eat breakfast, they eat lunch, ze they eat dinner, lunch. And in between they take some other small things. He has to taste all of that. So he had a good job. Dus hij had een fijne baan. And now he has to leave that job. En die baan moest hij achter zich laten. And go and fight for people who don't even know him. Hij gaat vechten voor mensen die hem niet eens kenden. So that they can be free. Zodat ze vrij konden zijn. Why? Waarom? He couldn't see the graves of his forefathers being desecrated. Hij kon niet zien dat de graven van zijn voorvaders geschonden werden. The word of God you have heard. Het woord van God dat u gehoord hebt. What have you done with it? Wat hebt u ermee gedaan? Are you fighting to make sure that the next generation gets it? Vecht u ervoor dat de volgende generatie het hoort? Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I was reading of a missionary from Belgium. En ik las over een missionaris van België. He went to Hawaii. Hij ging naar Hawaii. And when he got there, en toen hij daar aankwam, he didn't know that he was going to a village. Wist hij niet dat hij naar een dorp ging. And when he got to this village, en toen hij bij het dorp aankwam, there were lepers there. Waren er daar melaatsen. And he fell in love with them. En hij raakte verliefd op hen. This is real story. And he started to minister. En dit is een waar verhaal. En hij he continued to minister the word of God to them. Hij bracht het woord van God tot hen. And he stayed with them. En hij bleef bij hen. And he continued to minister en to hij them. Bediende hen. It was a colony of lepers. Het was een kolonie van melaatsen. And one day he was boiling hot water. En op een dag was hij heet water aan het water aan het and koken. The water poured on his leg. En het heet water viel op zijn been. And he didn't feel any pain. En hij voelde geen pijn. He was shocked. Hij was geschrokken. Then he took the kettle of water. En hij pakte heet water, ketel of boiled water. Van met kokend water. He poured it on his leg. En hij goot het over zijn voeten. He didn't feel any pain. Hij voelde het niet. Then he knew. Toen wist hij. He has contacted leprosy. Dat hij de melaatsheid had. And when he went to minister to the people. En toen hij aan de mensen ging bedienen. He didn't call them. Dear brothers anymore. Riep hij hen niet langer dierbare broeders. What did he call them? Hoe noemde hij hen? He called them my fellow lepers.
Hij zegt, mijn medemelaatse. They didn't understand. Ze begrepen hem niet. He stayed with them. Hij bleef bij hen. He served them. Hij diende hen. Until he died. Totdat hij stierf. And when he died. En toen hij stierf. The people said they want him to be buried in Hawaii, Malakai. Zeiden de mensen dat hij moest begraven worden in Hawaii. And the government of Belgium said no. En de overheid van België zei. Say he's a national hero. We want him back. Hij is een nationale held. We willen hem. And the people say no. He came to serve us. En de mensen van Hawaii hielden vol. Hij is hier gekomen. We want him to be with us. We willen dat hij bij ons blijft. The people say no. He's a national hero. We want his body back. En de mensen in België zeiden nee. We willen zijn lichaam terug. Hij is een nationale held. And then they negotiated. Toen hebben ze onderhandeld. And after the negotiation, en na die onderhandeling, the people said, okay, let's cut his right hand. Toen zeiden de mensen, laten we zijn rechterhand afsnijden. And then they agreed. En ze waren het mee eens. So they cut the right hand and gave to them. En dus hebben ze de rechterhand geamputeerd en hem gegeven. And they said, because that right hand served them. En ze zeiden, want die rechterhand heeft hen gediend. So the rest of the body was buried in Belgium. En de rest van het lichaam werd in België. And the hand was buried in Hawaii. En de hand in Hawaii. So that the people can see the grave. Zodat de mensen nog het graf hadden. What I'm saying is this. Wat ik aan het zeggen ben is dit. The Bible we are preaching today. De Bijbel die we vandaag de dag prediken. People have preached it before. Hebben mensen er voorheen gepredikt. And they have made great sacrifice for it. En ze hebben grote offers voor gebracht. And people have loved them with their hearts. En mensen hebben van hen gehouden met heel hun hart. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I don't know what God has put in your mind to rebuild. En ik weet niet wat God in uw gedachten gelegd heeft om te hebben. Because when you look at the world today, want wanneer u naar de wereld kijkt vandaag, it looks as if we are standing on a dry sand. Dan lijkt het alsof we op droog zand staan. We can keep quiet. We kunnen stil zijn. Or do something. Of iets doen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Nehemiah didn't keep quiet. Nehemiah bleef niet stil. He made a difference. Hij maakte een verschil. He went out. Hij ging daar buiten. To do what other people could not do. Om te doen datgene wat andere mensen. And what was in his heart? En wat droeg hij in zijn hart? What his people? Was zijn mensen? Was his people? Somebody say was his people. Mensen. Somebody zijn say his people. Mensen. He could not stand the reproach. Hij kon die smaad, die ellende niet aan. Sin is a reproach. Zonde is een smaad. Sin is a reproach. Zonde is een smaad. You saw Sambalat and what do they call them again? Tobia. You saw them? U zag Sambalat en Tobia. Let me start with one thing. Avoid. If you want to succeed in anything God wants you to do. Als u succesvol wil zijn in wat u wilt, dat God u wilt geven te doen. Because all of us have been given something to do. Want met z'n allen hebben we wel iets gehad om te doen. Avoid one thing. Vermijd dan één ding. Avoid one thing. Vermijd één ding. The analysis of pessimism. Big English, right? De analyse van pessimisme. People will be pessimistic about you. Mensen zullen pessimistisch zijn over u. People will say horrible things about you. Mensen zullen verschrikkelijke dingen zeggen over u. Sambalat and Tobias said you. First they try to discourage Nehemia. Sambalat en Tobia proberen in eerste instantie Nehemia te ontmoedigen. It didn't work. En dat werkte niet. They said the wall he's building, even if a mosquito should jump on it, it will collapse. En ze zeiden de muren die hij aan het herbouwen was, ook al was het een mosquito die erop zou gaan, dan zou hij instorten. Do you know what that is called? Weet je wat dat inhoudt? Discouragement. Yes. Ontmoediging. When people begin to use words, wanneer mensen woorden gaan gebruiken, to speak against what you are putting your best effort, om tegen datgene waar u uw volle inzet aan geeft, don't mind them. Let dan niet op hen. Keep doing what you are doing. Ga door met datgene wat u doet. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. We all know the story at a point. En we kennen allemaal het verhaal. Every worker was armed. Op een bepaald punt waren alle werkers gewapend. They carried arms. Ze hadden hun wapen. And then they were carrying block.
En dan hadden ze een blok in hun hand, een steen in hun hand. They were walking and they had arms. Ze werkten, maar ze hadden ook hun wapens. Come and disturb us from this walk. Kom ons dan lastigvallen van dit werk. We have 52 days. Want we hebben maar 52 and dagen. We will finish it. En afmaken zullen we. And the work they finished. En het werk hebben ze afgemaakt. Which, what is it that God is putting in your heart? Wat is het dat God in uw hart legt? What is it that when you hear it, you don't sleep well in the what night? Wat is het dat wanneer u het hoort dat u niet goed gaat slapen in de nacht? What do you see in your church that you can do to improve the church? Wat ziet u in uw kerk dat als u het doet dat uw kerk vooruit kan gaan? Come and talk to me. Kom en praat tot mij. Come and talk to me. Come I'm and not talk to thinking me. Of all those things that will make you popular and everybody's clapping for you. And we I mean what you'll be doing. Nobody even knows you are the one doing it. Maar ik bedoel, datgene but wat God doet, knows maar that you are the one doing it. Doet, did you see what Nehemiah said? I did not talk to anybody. I did not even talk to the Jews. Hij zei, ik heb tot niemand gesproken, zelfs niet tot de Joden. But when the walls were there, maar toen de muren daar stonden, they knew who built it. Wisten ze wel wie het gebouwd had? Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Let's look at the 6 steps that Nehemiah took to build the wall. Laten we kijken naar de 6 stappen die Nehemiah nam om de muren op te richten. Then we stop number 1. Nummer 1. He began with prayer. Hij begon met gebed. He began with what? Hij begon prayer. Met. Anything you want to do, begin with what? Alles prayer. Wat u wilt doen, begin met gebed. Some of you want to do something, you visit one friend first, and then you talk, story you, and the next one you go and do, what do they call it, high five or high five, I don't know what they call it, in one hotel, and then you begin to shout, yeah, 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 I've done it. No, you have not done it, you're just talking yet. Soms wanneer u moet first talk to God! Maar eerst spreek tot God. Talk to God in prayers. Spreek tot God in gebed. And go to the person who can help you. En ga naar de persoon die u kan helpen. The king could help him. De koning kon hem helpen. The fellow servants could not help him. De mededienaars konden hem niet helpen. Even his brother Hanini could not help him. Zelfs zijn broeder Hanini kon hem niet helpen. Number 2. Nummer 2. He invited other people to join him. Hij nodigde anderen uit hem. Nehemiah chapter 2 verse 17. Nehemiah hoofdstuk 2 vers 17. He invited other people to help him. Hij nodigde anderen uit hem te helpen. And that is where he said, let us, where is it? He said, and let us build up the wall of Jerusalem. En daar is waar hij zei, kom laten we de muren van Jeruzalem opbouwen. When you know what you are going to do, wanneer u weet wat u gaat doen, there is a point where you need people. Dan is er een punt waarop je mensen nodig zult hebben. Because you cannot do it alone. Omdat je het niet alleen kan doen. Number 3. Nummer 3. The priests. De priesters. Were the first to volunteer. Waren de eerste die zich aansloten. You need men of God. U hebt mannen Gods. Give me Nehemiah chapter 3 verse 1. Ga mee naar Nehemiah hoofdstuk 3 vers 1. If you take it into this language, it's the pastors that were the first to volunteer. See, then Eliashib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and they built the ship gates. They sanctified and set up the doors of it, even unto the tower of Mir. They sanctified unto the tower of Hananel. You see, the pastors also participated. The pastors, they have meegedaan. That's priest. The present language is pastors. That is the tegenwoordige taal. Priesters zijn pastoren. Number 4. Nummer 4. The families were also involved. De families waren ook betrokken. The long list of families and the reasons they are included is, you know, Nehemiah included all the families. Everybody must be part of it. Nehemiah nam en ieder mee van zijn familie. Everybody was involved. Iedereen mocht meedoen. He involved the families. Hij liet iedereen meedoen. Number 5. Nummer 5. He was not distracted by opposition. Hij werd niet afgeleid door tegenstand. The Sanballat and Tobias, they are everywhere. De Sanballat en de Tobias zijn overal.
They're everywhere. Zijn overal. Oh, one day I will preach a message here that will shock everybody. Op een dag zal ik hier een boodschap prediken die in ieder zal doen verbazen, schrikken. And I will tell you what is going on. En dan zal ik u vertellen wat er aan de hand is. And you can go and investigate it. En dan kunt u het gaan onderzoeken. It is true. En het is waar. When Satan wants to deal with you, wanneer Satan met u wilt afrekenen, he will go to every extent. Gaat hij er alles aan doen. And if you are not aware, en als u zich er niet van bewust bent, destroy what you have been building yourself. Dan zult u datgene waar u aan het opbouwen bent geweest zelf vernietigen. Very easy. He will set you up. Hij zal u in een val lokken. Please do not be. Look, let me just give you one advice for free. Don't you ever think you have no opposition. Denk nooit dat u geen tegenstand hebt. No, you have. Dat die hebt u wel. Some of them have vowed. Sommigen hebben gezworen. And they are very faithful with their vow. En ze zijn heel getrouw aan hun eed. It's not them. Het is niet zij. It's what is using them. Het is datgene wat hen gebruikt. Don't just say. Did this man look for the trouble of Sambalat and Tobia? Ging deze man zelf op zoek naar de problemen die de tegenstanders van money? Sambalat en Tobia? Look, people will clap for you. Mensen zullen voor u They will laugh for you. En u met u They lachen. Will deal with you. Ze zullen bij u zijn. As long as you are going nowhere. Zolang u nergens heen the gaat. The moment you have a ticket. Maar op het moment dat u een ticket hebt. That we take you to somewhere of glory. Ergens zal brengen naar verheerlijking. You will be shocked. U zult versteld staan. People will stand against you. Mensen die tegen u op zullen komen. You will not believe. U zult het niet geloven. And they will do it with all their strength. En ze zullen het met volle kracht doen. Sambalat en Tobia. Sambalat en Tobia. Of whatever they call them. Of wat ook hun naam mag zijn. What was their business if the wall is there rebuilt? Wat maakte het uit of de muren nou wel herbouwd werden? When he gathered people. En toch hebben ze mensen verzameld. And Nehemia is not the one to do this thing. En Nehemia mag niet degene zijn die dit doet. Avoid the analysis of pessimism. Vermijd die analyse van pessimisme. Don't go into self-pity. Ga geen zelfmedelijden hebben. Don't wait for people to clap for you. Wacht niet op mensen die voor u moeten applaudisseren. Do what you have to do. Doe datgene wat u moet doen. When you succeed. En als u succesvol a bent. A crowd will clap for you. Zal de menigte voor u applaudisseren. Even if they don't clap. En zelfs wanneer ze niet applaudisseren. You have done what you have to Amen. Do. Amen. Dan hebt u toch nog gedaan wat u hoort te doen. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Don't mind those who analyze you. Let niet op hen die u willen analyseren. You cannot do it. Dat u het niet kunt doen. She is not strong enough. Ze is niet sterk who genoeg. Who does she think is? Wie denkt ze nou dat he ze is? He has no support. Die heeft geen ondersteuning. Everybody has abandoned him. Iedereen heeft haar verlaten. Oh, nobody has ever done that from his oh, family. Oh, niemand heeft dat gedaan in haar familie. You are going to be number one. U zult nummer 1 zijn. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. They did it to Jesus. Dat hebben ze Jezus aan gedaan. They can anything good. En ze zeiden, kan er nou iets goeds? How many of you have they told that before? Aan wie hebben ze dat ooit een keer verteld? Which village did Jesus come from? Uit welk dorp kwam Jezus? Where? Nazareth. They said, can anything good come out of Nazareth? Nou iets goeds uit Nazareth komen. One who later became his disciples in Nazareth. No. Een die later zijn discipel werd, zei toen Nazareth. The Bible says when he got to his own village, he could not do any miracle. En de Bijbel zegt, toen hij in zijn dorp kwam, kon hij geen wonderen doen. Alleen maar kleine genezingen kon hij hier. Why? Waarom? It's not because he's not anointed. Het is niet omdat hij niet gezalfd is. Your anointing cannot flow where you are not accepted. Uw zalving kan niet vloeien daar waar u niet geaccepteerd wordt. You only be doing little things. U zult slechts de kleine dingen doen. Pessimisme. Will kill your vision. Zal uw visie doen sterven.
They were inviting him, come. En ze nodigden hem uit, kom. He said, I'm busy, this is not the time for that. En hij zei, ik ben nu druk bezig, hier is nu de tijd. You must know when to visit and when not to visit. U moet weten wanneer je op bezoek gaat en wanneer niet. Number six. Nummer 6. Nehemiah brought peace to his people. Nehemiah bracht rust, vrede naar zijn mensen. He brought peace. Hij bracht vrede naar zijn mensen. He resolved conflicts and injustice. Hij loste conflicten op en ongerechtigheid op. All the things that were going on in Jerusalem. Alles wat er gaande was in Jeruzalem. All those injustices. Al die ongerechtigheden. He resolved them. Loste hij op. So he brought peace. Dus hij bracht vrede. Anytime you solve problems, iedere keer wanneer u problemen oplost, you bring peace. Dan brengt u vrede. What breaks my heart? Wat mijn hart breekt, is the number of Christians. Zijn de aantallen christenen that go to church every Sunday. Die elke zondag naar de kerk gaan. But have a circle of unbelievers around them. Maar een groep van ongelovigen om hen heen hebben. And they are not telling them about Jesus Christ. En ze niet aan hen vertellen over Jezus. They are not using the anointing of God to talk to people. Ze gebruiken de salving van God niet om tot mensen te spreken. Nehemiah could have kept quiet. Nehemia kon zijn mond dichthouden. But he didn't keep quiet. Maar dat deed hij niet. He could have done nothing. Hij kon ook niets doen. But he did not do that. Maar daar liet hij het niet bij. Nehemia was on exile. Nehemia was verbannen. But he did not hide who he was. Maar hij verborg niet wie hij was. We must stand up. We moeten opstaan. And do something in this end time. En iets doen in deze eindtijd. We should not only say it is end time, it is end time. We should do something. En we moeten niet alleen zeggen het is de eindtijd, maar we moeten iets doen. We should wake up. We moeten wakker worden. And begin to speak this word of God out en of our mouth. Deze woorden van God uit onze mond laten komen. We should begin to challenge the situations. We moeten de situaties gaan uitdagen. And say no. En zeggen nee. This is not going to happen to my child. Dit zal niet tot mijn kinderen gebeuren. No, this will not happen in my family. Dit zal niet plaatsvinden in mijn familie. I will not accept this in my marriage. Ik zal dit niet accepteren in as mijn kinderen. As long as it is biblical. Als het maar Bijbels is. We follow the Bible. Zal ik de Bijbel volgen? I will not follow this financial plan. Ik zal dit financieel plan niet volgen. It's not biblical. Want het is niet Bijbels. I will not follow what is popular only. En ik zal niet volgen datgene wat alleen populair is. I will follow the scripture. Maar ik ga het woord volgen. There is moral wall to be rebuilt. Er zijn morele muren om opgebouwd te there worden. There are ethical walls to be built. Er zijn ethische muren die opgebouwd moeten worden. There are relationship walls that need to be built. Er zijn muren van relaties die we opgebouwd moeten. We need to take the word of God out there. We moeten het woord van God daar buiten nemen. And believe in the power of God. En geloven in de kracht van God. To rebuild. Om te herbouwen. Look at sicknesses all over the world. Zie maar al die ziekten in de wereld. You can see somebody healthy. Je kunt iemand gezond zien. And the next moment is sick. En de volgende keer moment is hij ziek. We have stopped believing the word. We geloven niet langer in het woord. In the area of healing. Wanneer het om genezing gaat. It is time to rebuild that word. Het is tijd dat wij die muren herbouwen. If you want to rebuild this world. En als u deze muren op wereld wil herbouwen. The world that God has apportioned to you. De wereld die God u heeft toegedeeld. I want you to stand up. Dan wil ik dat u gaat opstaan. Unlike Nehemiah. En net als Nehemia. You have heard me. Hebt u mij gehoord? Go to God. Ga naar God. And present it to him. En presenteer het aan hem. And let him give you the strength. En laat hij u de kracht geven. The power. De kracht. The anointing. En de salving. And the authority. En de autoriteit. To go and carry it out. Om het te uitvoeren. I want you to stand now and begin to pray. Begin to trust him. Ga staan en begin te bidden. Just begin to talk. Begin tot hem te spreken. Spreek tot hem. Speak to him. Spreek tot hem. Say, I'm ready to do that which you have me. Ik ben klaar te doen datgene wat I've heard the word today. I've heard the word. I will no longer sit on the sides. Ik zal niet langer aan de zijlijn staan. But I will be in the middle. Maar ik zal te midden in staan. I
I will not sit on the side anymore. I will not stay on the side anymore. But I will stay in the middle. And I'm ready, Lord. Like Nehemiah. I have a wall to rebuild. I will start with the walls of my life. The things I've neglected. I'm going to take the ancient material, which is the Bible, and I will equip myself, and I will begin to do what you ask me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Begin to speak to him. Ask him to give you vision. Ask him to put burden upon your life. Oh,
any power of God. You can feel some cold around you. That's the healing power of God. That sickness is being healed right now. That arthritis is being healed right now. That pain on the ankle is being healed right now. That pain on the shoulder is being healed right now. That pain on your leg is being healed right now. That arthritis is gone in the name of Jesus. Amen. We thank you, Father. That blood type has been changed today in the name of Jesus. Father, we thank you. Father, I thank you. We thank you, Father. I thank you, Father. That weeping in that family has been turned to rejoicing in the name of Jesus. Your will has been established to you. Amen. I say your will has been established to you. Yes. That repeated bellyache is gone now in the name of Jesus. Amen. Your children will come back with a testimony. Amen. You demonic visitor in the night, we rebuke you right now in the name of Jesus. Amen. You will not touch the children of God again. Amen. In Jesus' name. Amen. Somebody shout victory. Victory. Somebody shout victory. Victory. Same God. That is when he stops sickle cell anemia. And that is why he has anemia. That's when he changes it. That is why he has it. I see him changing it for two people in the name of Jesus. Don't leave this place sick. Leave it on the altar. If you read the scripture, you see Jesus, you want to say Jesus heals them all. Take it home. You say, Jesus, you heal them all, you must heal me today. Amen. Somebody say victory. Victory. Can we sit down and take our offering quickly? Just write your offering quickly.